Het centrum van Reuver is het afgelopen weekend officieel heropend. Bij de officiële opening stond wethouder Marcel Roelof stil bij de ontwikkeling van het plein. We werden getrakteerd op 35 ingrediënten. Zoals we willen meer groen, de snelheid moet omlaag, meer parkeren, minder parkeren. Verlichting, meer terrassen, zitjes, evenementen, fietsplekken, een plek voor een kermis, een plek voor een carnavalstand, enzovoort, enzovoort. Daarin boven deed ik er ook nog, als verantwoordelijk wethouder, een duurzaamheidssausje overheen. En daar mochten ze dus mee aan de slag. De afgelopen maanden werd het centrum verfraaid met meer groen en beleving. Het Raadhuisplein en een gedeelte van de Rijksweg en Pastor Frankelaan zijn een shared space geworden. Dat betekent dat voetgangers, auto's en fietsers samen gebruik maken van de weg. Iedereen moet zich op aanpassen aan de situatie. En dat zal best nog wel een beetje wennen zijn. Maar ik zit hier aan die kant zelf in het raam en ik heb heel vaak het volledige overzicht over de situatie. En ik, uit eigen waarneming, kan wel constateren dat er best al zachter wordt gereden. Goed, we zijn nog in de gewenningsfase. Het moet nog een beetje zakken, maar we gaan er zeker komen. En in het najaar gaan we evalueren. Weet alvast dat het eraan staat te komen. Maar ik ben ervan overtuigd, als we gewoon samen de schouders eronder zetten, iedereen aanspreken op gedrag, op een stukje eigen verantwoordelijkheid en dat ook zelf nemen, dan zal die verandering straks heel normaal worden bevonden. In het centrum zijn ook enkele kunstwerken onthuld, gemaakt door kunstenares Isabella El Hassan. De kunstwerken benadrukken het begin en het einde van het centrum. Het zijn harten van Winkelhart. Ik heb het natuurlijk niet helemaal met mijn eigen ideeën. Er kwam input van de ondernemersvereniging, van Kernoverleg Reuver, van Erik Hunnekens, de projectleider. Iedereen heeft meegedacht en ik heb geprobeerd het allemaal in een ontwerp samen te brengen. En op ieder beeld staan 6 figuren en ik wilde graag dat er figuren waren waar iedereen zich in kan herkennen. Dus er is een kind, een ouder iemand, een invalide iemand te zien, een muzikant, wat staat voor creativiteit, wat we heel veel hebben in ons dorp, en iemand op de fiets. Het is ook eigenlijk een signaal naar de auto's toe, zo van hier bewegen veel voetgangers en voetverkeer. Ik weet niet of ze het echt ook zien als ze aan het rijden zijn, maar goed, dat is eigenlijk de gedachte erachter. Ik wilde heel graag dat mensen zich in die figuren kunnen herkennen. Dus er staat ook op een plek voor iedereen, een plek voor iedereen. Ik kan ook nog een beetje plat. Het openingsfeest werd zondag afgesloten met een braderie.